Dus, Welkom allemaal. Ja, hallo. Welkom ook vanuit, vanuit Haaksbergen. Ja, nou, we gaan dus kijken naar de partijen van vorige week zondag. Tenminste, het is nu een week geleden Ja, dat is bijna. correct. Ja, we nemen het op zaterdag op, inderdaad. Ja. Ja, ja. Welke partij gaan we als eerste bekijken? Nou, ik heb één partij klaarstaan van Dinant, de speler uit het eerste van Max Euwe. Misschien kunnen we daar naar kijken. Ga jij de zetten doorlopen? Ja, dan gaan we even kijken. Ik zal even. Want Dinant die was enorm op stoom. Die was op een gegeven moment was die veruit koploper van ons team, volgens mij. Oké. Ja. Even kijken. Dus het ene punt naar het andere punt werd door hem gepakt. En volgens mij zien we nou een mooi voorbeeld van wat tactische wendingen. Ik weet niet, gaat het allemaal goed aan jouw kant, Ja hoor, Henk-Jan? ik ben alleen niet zo snel. Ik heb heel veel dingen erin staan, dus. Oh, oké, ja. Even kijken naar het bord. Ik kan ook wel wat setjes doen hoor. Dat is ook geen probleem. Ah, ik zie wat. Daar Ja. gaan we. Oké, even hier. Ja. Best by test, geloof ik. Hè? Dus, Ja, zeggen ze. Ja. Oké, Jezus. ja, Dinant is wit, geloof ik. Hè? Dinant speelt met wit. Ja. En het is. Ja. Ja. Het is wel heel rustig gelopen, ETB. Rustig, ja. Het is toch niks aan de hand, inderdaad. Ja. Moet je iets. Nou, zijn die pion twee keer aangevallen. Ja, moet je iets mee doen, ja. Goed, logisch. Ho. E5. Aha, hij wil een soort van gunstige koningsindice krijgen of zo, als het doorgeschoven wordt. En dan met F5, denk ik. Of, Ja, vaak wanneer wit zoiets speelt, dan gaat zwart weer paard D4 spelen. Alsnog paard Ja. D4, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Daarom eerst paard F3. Aha, ja. H3. Zo kennen we die land niet. Heel rustig Ja, is. het is Okay. heel bescheiden. Heel bescheiden, ja. Goed, het tempo is ook belangrijk. Hè? Als je gewoon heel snel solide stelling hebt. Met weinig seconden. Het is toch snel schaken. Ja. Oh, daar komt de F5 al. Ja, daar komt hij al. No time to waste. Wieland die Oké, ruilt. ja, ruilt. Oké. Wordt teruggeslagen met de pion. Dat is toch wel logisch op zich? Ja. Pionnen, ik zeg al, pionnen in het centrum is toch goed, neem ik aan. Hè? In principe wel. Ja. Ja. Maar ja, wellicht zou hier ook met de loper willen pakken. Ja, oké, misschien. Goed, dat kan. Ja, dan krijg je de F4 misschien weer achteraan. Hè? Dus, misschien wil zwart dat ook niet. Ja. Oké, nou ja, het zijn wel die beslissingen die je gewoon binnen 10 seconden moet nemen eigenlijk. Hè? Maar jij zegt dat het is eigenlijk al een onnauwkeurigheid. Ja, nee, maar het lijkt me logisch omdat je nu dus die loper als het ware insluit. Ah, oké. Okay. Maar goed, ga even kijken hoe het verder ging. Ja, hoe ging het ook alweer verder? Want hij sloeg met... met paard sloeg hij. Ja, precies. Kijk, hoe ging het? Hij sloeg met het paard. Ja. Ja, hij sloeg met de paard. Ja, zo ging het. Ja. Ja, we zullen even een stukken verbeteren naar actievere velden. Dat ziet er logisch uit. Penning. Ja, dat dreigt waarschijnlijk al dame D8. Ja, precies. Ja, dus de paard moet even gedekt worden. Ja. Ja, ik vind het toch wel nu al een prettige stelling voor wit, eerlijk gezegd. Ja. Zwart moet nog zijn ontwikkeling afmaken. En ik heb met tempo nu de torens naar de D-lijn spelen.
Ja, en die zwarte koning, die staat nu behoorlijk op de tocht eigenlijk. Ja, vind je dat nu Ja, al? vind ik Ja. wel. Oké. Okay. Ja, die diagonaal van die witte loper, die op C4. Ja, dat is natuurlijk een open huis daarvoor bij zwart. Ja. Daar ben ik wel met je eens, Ja. ja. Even kijken, B6, hè? B6, dus. Ja. Oh ja, een mooi tempo zetje natuurlijk. Ja. Ja. En die pakt hij. Ja, het doet mij altijd een beetje pijn om die lopers tegen een paard te ruilen. Ik weet niet hoe jouw gevoelens daarover Ja, zijn. mij ook, ja. Ja, oké. Okay, ja, maar ik denk. Ja, maar lopen A3 dan C4 waarschijnlijk, hè? Of ze zullen naar lopen. In plaats van slaan. Lopen A3 en dan C5. Dan wordt hij waarschijnlijk een beetje buitenspel gezet, hè? Dus dat vermoed ik. Ja, en ik vermoed ook dat door te ruilen op E7, als zwart zeg maar de loper terugpakt, dat je dan zoiets gaat krijgen. En dan heb je meteen Oh, net meer ja. zwart. Ja. En dat hebben jullie twee ook niet. Nee, dus je moet de zwart al best wel goed opletten eigenlijk. Ja. Dame wel natuurlijk dan. Maar ja, er komt een nieuw stuk erbij. Maar doe Paard in mij. vijf. Ja. Je gaat je bijna afvragen waar ging het dan mis voor bij zwart, hè? Want het ziet er al wel lekker uit voor wit. Ja. Oké. Actieve zet misschien. Een beetje voorbarig voor mij. Oké. Op B4. Oh, Weer een mooi, tempo. mooi. Ja. Een A4. Oké. Ja, dit soort setjes die kosten mij wel moeite. Maar ook, ik zie wel wat hij wil, denk ik. Ja, oké. Ja, uiteindelijk komt dan toch die loper in het spel. Loper Mm-hmm. E6. Ja. Die dame, dat is natuurlijk wel een beetje een zielige plek voor een dame, hè? Ja. Vind je niet? Maar hij kon niet anders, toch of wel? Want dame D6, dat kan waarschijnlijk niet vanwege aftrekaanval, hè? Dus Ja, dan. als je naar D6 gaat, dan komt de paard op 6 en dan. Ja, precies. Ja, nee, dat kan niet. Hij moet naar Naar B7, dus. Ja, B7. oké. Okay. En nu kun je Slaan. slaan. Oh, daar komt jouw motief naar voren. Ja, Hij moet ook weer met de toren slaan. ja. Pion kan niet. Die Ja. pion, dat blijft een probleem. Lopen D3. Ja. Ja, hoe ga je die? Ja, je moet de E5 blijven dekken, dus. Ja, ook dat. Nou, je valt dus de loper. Of de loper valt de toren De aan. Maar je toren, krijgt ook eens ja. lopen E4 en zulke dingen. Ja, het is helemaal mis al. Ja, Dus. het gaat dan een keer keihard, hè? Hoppa. A4, ja. V4, ja, dit is. Dan hangen er twee dingen. Oh, er staan er niks. Ja, er staan twee stukken Ja. in, hè? Van de regen en de drup. Maar goed, wat. Ja. Kon die niet. Ja, kan die toren niet gewoon weg dan of zo? H5 of zo. Krijg je dan G4? Nee, dat kan. Jawel. Wat krijg je dan? Ja, wat speel je hier? Ja, nee, dat vroeg ik jou eigenlijk. Ja. Nou ja, kun je niet alsnog G4 spelen? Ik vind dat wel. Of is dat een beetje te Het lijkt me optimistisch? iets te. Of Die heel. pion H4 die hakt. Of lop. Ja, maar. Lopen F3 Lopen dan. F3, Lopen ja. F3. Want als je nu dus hier pakt, zou je hier kunnen pakken. Ja, precies. Dan wint een stuk, Ja. hè? Dat ziet er wel oké uit, toch? Denk als je. Ja, dan de bouw. Ja, precies. Dan ook naar G4. Ja. Ja. Dat zal ook wel niet meer te redden zijn. Dan moet je kwaliteit geven. Precies, ja. Ja, met een goede stelling. Ja, dus, maar dit is nog erger, denk ik, lopen Dit G4. ja, dit ligt zo voor hand F3. Ja. Hoppa. Een paar zetjes.
Nou, eindelijk doet Zwart zijn laatste stuk ook mee. Maar ja, dan heb je de toren op de zevende rij. Pijnlijk. Ai, ai, ai. Oh, dit is wel mooi afgemaakt van wit Ja, trouwens, hè? precies. Dit had ik zelf ook nog niet meteen gezien. Ik heb gewoon mat. Gewoon, ken je geen trappetjes mat? Nee, dat is nieuw voor mij. Oké. Nee, ik zo. Leuk potje toch? Ja, wat leuk. Ja, het begon wat rustig, maar ja, de dag werd er steeds een versnelling bijgeschakeld. Hè? Dus, Ja, precies. Ja. ja. Goed, dat was de partij van Dienad. Ja, mooi hoor. Ja. En dan gaan we naar de volgende partij. Wat hebben we nog meer? Ja, we hebben heel veel. Zeg het maar. Zo nog eentje doen van, ik weet niet, Bertolet of zo. Ja? Oké, nou ik zou zeggen, Take it away. Ja, ik kan niet zien tegen wie die speelt nu eigenlijk. Dat is een beetje jammer. Dat is het nadeel van dat, van die nicknames en zo. Hè? Dus ja. dan weet je niet. Nee, dat is Wally, dat is Bram van den Berg. Echt waar? Oh, oké. Okay. Je hebt het goed ingelicht. Ja. Dus die speelt de Ajeg in. Al geen. En soms met wit speelt hij wel eens B4 en allerlei gekke dingen. Oké, okay, ja. Ja, dat past wel bij hem ook. Dat dacht ik alleen. Dat zei ik niet hoor. Dat zei ik niet. Dat dacht ik alleen. Ja, ik weet niet. Het zal wel een theorie zijn. Dit ziet er wel allemaal logisch uit. Ik speelde het niet. Dus, Ja, volgens mij is het ook niet echt helemaal correct, het hele Aljechi. Oké, Maar we ja. snel geraken, dat kan alles. Dus. Precies. Ja, je moet toch even weten hoe het allemaal werkt, hè? Ja. Even kijken. Schaakje. Oh, tegenaanval. Er staat toch twee keer aangevallen deze, hè? Ja. Op D5. Hij speelt gewoon heel koelbloedig toren E8. Oké. Okay. Ja, als je pakt op D5, dan komt waarschijnlijk op een gegeven moment lopen E6 en dan hangt A2. Oh ja. Oké. Is de koning veilig? Ja, daar ben ik ook altijd vol voorstander Ja. van. Koning veilig. En dan kijken we even verder. Ja, als dit dan gewoon de grootmeesterpartij was bij Tata Steel, dan zou ik zeggen van, oh, dat wordt remise. Maar misschien is dit toch al een beetje ongemakkelijk, hè? Je hebt toch wel een beetje, klein beetje druk op die B7-pion en zo, hè? Dus, Ja. Ja, je hebt niet echt zwaktes. Aan weerskanten niet. Nee. Oh, ga je dan anders mat achter de paaltjes als je pakt hier of zo? Nee, toch? Oh nee, je gaat gewoon daarna pak je op A2 natuurlijk weer. Oh. Als je daar pakt, dan valt A2 dan waarschijnlijk. Ja, maar waarschijnlijk kan rechtsvaart nu ook lopen C4. Oh, wacht, ja, natuurlijk. Ja, hè, sukkel, Ja. ja. Ja, dat is wel ernstig, hè? Wel vrij ernstig, ja. Ja. Maar dan, dat voorkomt met G3, dan wordt dat niet voorkomen dan. Nee. Dus lopen C4, die kan hier Dat gewoon. kan. Lijkt mij. Maar hij speelt het niet. Oké, niet gezien. Maar het zijn waarschijnlijk niet zo goede schakers. Dus ja. B3. Ja, nou ziet hij het wel dus. Ja. Was misschien toch gevaarlijk. Oké. Ja, goed, dat is een snel schaakpartijtje. Wat gebeurt hier allemaal? Oh, misschien onderste rij kan nu gevaarlijk worden. Nee, dat doen we niet doorheen. Oh, gaat dit allemaal goed? Ziet wel heel gevaarlijk uit. Ja, dan nu. Dit is toch wel een serieuze dreiging lopen, F1, Lijkt me toch? wel, ja. Maar hoe gaat wit dit winnen dan? De toren op B5 staat eigenlijk ook super slecht.
is uit aangevallen zelfs. En zat ze zo, ja, en ja, ik keek alleen naar of het eventueel mat ging, maar ik had eerst gezien dat die toren ook erin stond. Allemachtig. Oké, okay, nou, kijken hoe Rob zich hier uitredt. Ah, ja. Oké, okay, röntgendekking, ja. En we dreigen gelijk wat. En de, ja. Prachtig. Zo simpel kan het soms zijn, hè. Het is wel een zetje om te missen even dit, hè. Loop eens even hier. Oh, luchtgaatje maken, ja, ja. Oké, okay, ja, nu wordt het op techniek, hè. Hoe is jouw toren eindspel, Henk-Jan, eigenlijk? Ben jij een beetje eindspelliefhebber? Nou, niet echt. Nee? Oké. Okay. Je bent meer van hakken en zagen en naar de coding. Ja, dat kan wel, ja. Ja, 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 dat heeft ook mijn voorkeur, hoor. Even kijken, maar zo'n dubbel toren eindspel, dat staat toch wel bekend om hoge remise marge, toch? Ja, dat ziet wel remise-achtig uit. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, kijk, dat vind ik altijd wel fijn als een toren naar de zevende rij gaat. Oh ja, nu weet ik ook weer waarom ik deze partij geselecteerd heb. Want het is een beetje stap 4 methode mat komt hier aan te pas direct. Okay. Dat is wel, ja, 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 ja. Het is, twee torens op de, of torens op de zevende rij is sowieso een thema in stap 4. Wat schaakjes. En een kleine matdreiging. Hè? Daar op daar. Ja. Oh, is daar überhaupt wat aan te doen? Even kijken. Goed, ik heb 8. Oké, okay, gespeeld. Oké, okay, pakken we nog een pion mee. Is er weer dezelfde dreiging. Dus koning G8. Ja, oh. Ja, only move, denk ja. Ik, hè? Ja. Oké. Okay. En ik dacht eerst van... Hij maakt nu een fout van twee torens gaan, moeten eigenlijk op de zevende rij blijven staan. Maar dit is ook wel een interessante manier om op winst te spelen. Ja, kijk, want zo staat het ook in die stappenmethode. Hij gebruikt die pion nu als hulp. En dan heb je in één keer, want je kunt met zo snel mat geven met die twee torens op de zevende rij. En maar met het hulpje, met de pion... Hij is gearriveerd, onze hulp. Dekt dat veld. Ja. En, dan kun je weer de trappetjesmat geven. Ja. En zwart is net te laat. Ja. Dat is wel grappig. Hij kan zelfs promoveren. Dat doet zwart ook, geloof ik. Oh, hier stopt hij. Maar ja, als je promoveert. En dan hebben we de trappetjesmat. Ja, en mooi om te zien dat dus de andere toren op G7, dus die diagonaal dit. Ja, ja. Hij kan die toren er niet afrachen. Ja, nou ja. Ah, goed, oké. Okay. Het is een beetje technisch deze keer, maar dat is ook wel een keer goed voor de kijkers. Ja. Dus, een beetje techniek leren. Stap 4, mensen. Stap 4. Goed. De volgende partij. Dit was Bertolet. Laten we eens kijken naar Frank. Oké. Okay. Wil jij de zetten bedienen? Ja hoor, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Zie je al wat? Ja, nou even opnieuw doen. Oh, oké. Okay, ik doe wel weer terug. Dit is Frank tegen Gambit Gerard. Ja, nou, dan weet je het wel. Nooit van verloren. Of niet? Nee. Zou hij een pion gaan weggeven in de opening? Ja. Ja. Zou kunnen natuurlijk. Ja, kijk. Zie je nu wel de zetten? Ik zie de zetten, ja. Oké, okay, dan hopelijk onze kijkers ook. Het is, Russisch. Hey. Paard zit er iets. Ja, kijken. Ja, zo spelen ze het allemaal tegenwoordig, of niet? Oh, dit is toch wel... meestal slaan ze hier, toch? Ja, dat is het. Ja, slaan. Dan gaan ze weer terug. D6. Ja. Oh, ik kan het wel even uitvoeren trouwens. Hè. Slaan. Wegjagen.
Dan is paard C3 volgens mij nu de mode variant. Ja, precies. Ja. Maar oké, paard C3 zou het nu ook wel kunnen. Dan komen we in een andere drie of vier paardenspel uit. Ja, ik heb altijd geleerd dat, dat dit geen goede zet was, lop C5. Oh, dus zelfs met paard C6 volgens mij is dat niet zo goed, hè? Ik heb geen idee, ik speel dit nooit. In plaats van paard, nou goed, maakt ook niet uit. Frank slaat in ieder geval op E5. Ja, dat klopt het dan toch, hè? De gambit, Gerard, die gaat hier toch een pilletje offeren, waarschijnlijk. Maar er speelt gewoon paardje 6. Boeit hem niks. Oké, dit is een soort Stafford gambit. Hè? Stafford, ken je niet? Een wiezeboeder? Nee, nee. Nee, ja, misschien ken ik het onder een andere naam. Of, nou, waarschijnlijk ken ik het helemaal niet. Oké. Okay. Dus dan moet je haast wat D4 doen. Ja, maar ja, goed, dat lijkt me toch ook wel een goede zet. D4, centrum. Niks aan de hand. Maar ja, ik weet niet of dit allemaal voorbereiding voor zwart was. Maar hij gaat er in ieder geval helemaal vol in. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Koning F2. En nou, zo. Zelfs paard. Ja. Ik denk dat het hier is een krankzinnige aan de gang. Maar het is niet helemaal krankzinnig. Het doet me een beetje denken aan de fried liver. Die ken je die? Ja, ken ik, ja. Ja, maar dan met zwart. En dan zou je zeggen, van in de spirit of the fried liver, dan moet je koning E3 spelen. En ik denk dat dat ook wel een goede zet is, want normaal heb je ook nog paard C6 achter de hand, maar die heeft hij ook al geofferd, dus die kan hij niet spelen. Dus nee, dan... Je staat twee stukken voor, toch? Ja. Je moet wel coolblue blijven. Kijk, maar de koning is toch in het midden, koning E1. Maar goed, er gaat nu wel een stuk af, hè? Dat is het nadeel van de koning E1 in plaats van E3. Want nu kun je slaan op D4. Met een kleine dreiging. Kleintje maar. Kleintje, ja. Oké, dat wordt soepeltjes opgevangen door Frank. Oh. Ja. Ja, we willen die batterij natuurlijk even op het bord houden. Begrijp ik wel. Vooral geen dames ruilen. Nou, uiteraard niet. Uiteraard niet. Oh, aanval. Op dame. Ik denk dat paard C7 ook al in de gaten moet worden gehouden. Ja, heel relaxed word ik de stukken weer een beetje teruggedreven. Ja, nu voor de kijkers. Wit speelt en wint. Nou, hij staat al heel goed natuurlijk. Maar echt een killer move even. Ja. Ja, zwart heeft dus met de laatste... Ja, hij is al mooi, hoor. De lopen gedekt op E5. Maar hierdoor ontstaat er weer een ander probleem. Ja. Ja, ik ga hem even uitvoeren. We hebben hele slimme kijkers. Die hebben dat natuurlijk al meteen gezien. Lopen B5. Bam. Ja. Het lijkt gewoon een stuk te verliezen. Maar hier gaf zwart al op. Nou ja, al. Maar het is wel terecht, denk ik. Want lijkt me wel, ja. Als je pakt, dan kunnen we slaan. En beslissend voordeel. Ja, een leuk miniatuurtje van Frank, zou ik zeggen. Ja, leuk partij. Ja. Heb je er nog een voor ons, Gil? Even kijken, welke hebben wij nog meer? Christian. Oké, dus die heb ik hier, ja. Tjop. Tegen London is boring. Oké. Dat geeft al wat informatie weg, zou ik zeggen. Nou, laten we eens gaan kijken. Oké. Oh, zal ik de zetten weer doen? Of, ging wel lekker, hè? Ging wel lekker, ja. Oké. Oké, een trompje.
Nou, toch in Londen. Ja, weer even in Londen, hè? Ja. Ja, heeft hij mooi te pakken? Tenzij het omgekeerde psychologie is, hè? Dan weer niet. Oké, ja, dat ziet, ja, ik weet niet. We hadden al gezet, lopen D3. Ik weet niet of dat de beste is, maar goed. Oh, ja, weer een pijnlijk moment voorbij. Lopen, maar paard. Maar goed. Ja, dat zou ik ook niet op zijn gekomen, denk ik. Misschien is het wel hartstikke goed. Maar, ja, want Wit had wel een slim idee, want hij gaat nu even dat paard irriteren. En hij wint wat ruimte met D5. Oké. Ja. En die pion kun je niet dekken met Ja, C4. paard heeft. Ja, hoe zeg je? Die pion kun je niet dekken met C4, want ik heb paard D3. Oh ja, kan ik wel even uitvoeren, ja. Dat superpaard, een octopuspaard, hè? Ook met Met schaak. schaak, ja. Ja, dat lijkt me niet zo lekker, nee. Nee, dat is misschien de verleiding, maar dat is inderdaad geen goeie. Wat deed Witte? Ja, dat ging gewoon ontwikkelen. Gewoon met een paard dekken, heel logisch. E6. En hij schuift hem door. Zwart speelt nu F5. Ik weet eigenlijk niet. Oh ja, hij moet er gewoon de pion dekken op Ja, die pion E4. staat nog steeds in. Ja, die zat in India. Ja, oké. Oké, dan begrijpen we dat ook. Ja. Maar dan Holy G4, moly. ja. Holy Ja. moly! Inderdaad. G4. Ja, wat doet u dan denken? Geniaal of krankzinnig? Hè? Wat is dit? Het is ja, heel ambitieus. Zeker, ja. Ja, je kan niet meer kort rokeren met wit. Hè? Dus, Nee. nou goed, lang kan altijd nog wel. Maar... Oké, wat gaat zwart doen? Dame F6. Ja, en die probeert denk ik al G5 voor te bereiden. Oh ja, nou, maar die kon die wel meteen doen, toch? Nou. Oh, dan zonder last te hebben van lopen E5 of Ja, zo. precies. Ja. Oké. Wat doet wit hier op? Oh, hij slaat gewoon. A3, even paard wegkikken. Ja, maar nu Ja, je voelt al iets er komt iets aankomen. aankomen, ja. Ja, ik denk Ik het denk ook. hetzelfde Ja, als bij Frank. Paard D5. ja. 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 Ja, in één keer is het al voorbij, hè? Ja. Want, en je kunt paard C7 niet meer tegenhouden. En opgegeven. Ja, soms kan het in één keer heel snel gaan. Dit is toch een 2300 speler. Dus die even wordt weggetikt in, hoeveel zetten hebben we dit? 14. Ja, ging heel vlot. Indrukwekkend hoor. Ja. Dus heb ik nog een partij van Hans? Laten we daar Oh eerst naartoe gaan. ja. Ja, leuk. Dan moet ik eerst even de namen aanpassen. Oh, dat doe je ook allemaal op de achtergrond. Jongen, je bent veelzijdig. Ja. Goed. Hans Zurker tegen Schrambo. Oké. Oh, zal ik de Wat zetten kan weer die doen? nou? Ja, je voelt al, je, blijkbaar voel je allemaal dingen op de achtergrond in. Dus dan zal ik wel de zetten voor mijn rekening nemen. Even kijken, ik denk dat Hans ook wel blij is dat hij eindelijk in zo'n journaal terechtkomt. Ho! H4. Oh. A4. Zou hij geïnspireerd zijn door die Simon Williams? Die zegt er altijd dat je die. Of nou, Magnus Carlsen zelf, die gaat er ook altijd met die rampionnen naar voren. Ja, ik denk het. En die Alpha Zero's en zo, die spelen dat ook allemaal tegenwoordig. Hè? Dus Ja. dat zal wel niet slecht zijn. Oké, dus een bescheiden opstelling voor Wizard. H5 natuurlijk. Wie H4 zegt, zegt H5.
En dan H6, ja. Ja. Ja, het is toch een irritant pionnetje, hè? Is, Zeker, ja. Ja, lopen F8, dat is ook geen zet. Ja, en nu staat hij dat paard in de weg, weet je wel. Dus ja. Ja. Ik heb je toch wel wat bereikt met dit, heb ik het idee. E4. Maar goed, nog geen man overboord natuurlijk. Oh, er is nu druk op D4, hè? Ja, Moeten we wel... D4 hangt nu, ja. Ja, nu moeten we iets doen. Oh, heel simpel. C3. Oké. Okay. Hans zag het ook. Oké, okay, ja, nu gaat zwart in een keer principieel spelen. Hè? Dus dat is... Oké. Okay. Ja, jouw zet van de eerste partij, die kan nu niet, hè? We kunnen geen paard D4 spelen. Precies, ja. Dus, oké. Okay. Moeten terug. Ja, wellicht was het toch beter voor zwart om eerst paard E7 te spelen. Ja, dat om de dame daar niet toe te Ja, laten. precies. Nu hangt er iets op E7, ja, dat kun je dus dekken met paard C6. Ja, en de D6 is ook zwak nu, hè? En die is heel zwak, ja. Ja, ik weet niet of je er nog gebruik nu van kan maken, maar... Nou ja... Daar gaat toch al nog een stuk naartoe. Ja, daar komt hij al. Dus dan moet je eerst loop E7 spelen. Oké, okay, ja. Ja, goed. Misschien kan zwart nu volgen met paard of 6. De dame wegkikt. En dan kan hij rokeren. Kijken wat Hans verzonnen heeft. Oh. Wat is daar de bedoeling van eigenlijk? Oh ja, hij valt gewoon F7 aan. Oké. Okay. Ja, Maar F7 we hangt. lopen op G4. Ah ja, zeker. Ja. Keuzes. Oké, okay, hoe gaan we dit oplossen eigenlijk? Gewoon slaan op G5 of zo? Kijk, wat gaat hij doen? Ja, hij doet het ook. Oh. Oh, en nu is D6 onvoldoende gedekt. Dus je kunt onder... Dit is al waarschijnlijk al behoorlijk groot voordeel Dat voor lijkt me wit wel, in één keer. ja. Ja. Dat is een venijnig tussenzetje is dit. En nu pak je het stuk weer terug met schaak zelfs. Wat geruild. Oh, ook met schakers stukken bijhalen. Wat is hier nu aan de hand? Wit heeft één pion meer, geloof ik toch niet? Ja, we staan één pion Ja. voor. En Ja, heeft het oké, okay, landbouwpaard. maar goed, in snelschaken. Ja, en het loopbaar, ja, dat is wel heel belangrijk. Ja, zeker, zeker. Maar goed, in snelschaken is er nog geen man overboord met één pion. Hè? Hoewel, ja, nu is, dreigt dat denk ik wel dame van toren D7 of zo. Ja, en het paard op G8 kan nog Dat steeds moet wel... niet spelen. Oh ja, kan ik ook andere kleurtjes doen? Dat Kijk. kan. Oh ja, blauw heb ik ook. Ja, kijk eens. Ja. Wat is rood eigenlijk? Even kijken. We zitten hier gewoon te experimenteren, mensen. Even kijken. Nou, rood krijg ik even niet voor elkaar. Dat moet wel kunnen. Ik vond blauw wel mooi eigenlijk. Afijn. Dan krijg ik blauw niet meer terug. Ja, afijn. Wat doet hij? Ja, natuurlijk toren D8. Uiteraard. Ja, dan zien we de voordeel van die lopers weer. Hè? Heerlijk. Die kruisen zo lekker door de stelling heen. Bang. Ja, waarschijnlijk is het al inderdaad een heel groot voordeel. Maar ja, hoe maak je dit af? Ruilen of niet ruilen, dat is de vraag. Precies. Ja, wel ruilen.
Oké, maar goed, die staat ook nu, staat wel een pionnetje nu ongedekt, hè? Ja, Maar het goed, is wel voorlopig staan we aankijken. even schaak. Ja, nu dreigt het. Ja, plop, en dan paard weer snel naar F7. Heeft zwart daar de tijd voor? Oh, ja, wit gaat zelf ook iets aanvallen. Eindelijk komt dat dat paard Ja. in het spel. Ja, kon die nog wat doen? Ja, wat moet je doen hier? Ja, die damevleugel is wel helemaal voor wit, hè? Ja, misschien moet je dit wel spelen, paard E7. Maar ja, nog een pionnetje erbij. Ja, de rest is techniek, zeggen ze dan, hè? Ik weet het, maar, oh, de partij duurt ook niet zo lang meer. Toch op de zevende Ja, rij. nu hard C6. Even kijken. Even kijken. Oh ja, in deze stelling hangt C6. Ja, ja precies. Ja. Paard staat gepend. Dreigt. Loop hem als C6. Ja, dus goed gezien van zwart. Ja, even kijken. Tweevoudige aanval op C6. Een röntgendekking, maar ja, dat gaat niet meer door. Het is over en uit. Oké, maar het zijn niet allemaal dit partijen. Ik heb ook nog één partij van Zwart. Van Eeuwig Schaap. Oh, oké. Ja. Ik zal die er even bij pakken. Dit is onze laatste partij voor de uitzending, hè? Geloof ik ook niet. Denk het wel, ja. Ja, dan. Eeuwig Schaap heeft al een paar keer. Was een paar keer topscorer van de team battle. Oké. In het verleden. Dus het is wel een naam om rekening mee te houden, zullen we zeggen. Dus, even kijken. Ik heb er heel snel doorheen gespeeld. Dus ja, je mag me rustig even helpen bij deze partij. Even kijken. Slavisch, hè, Ja, geloof ik. semislaap, dat speelt hij wel vaker. Simpson. G6, ik vind het zelf altijd een beetje tamme zet. Of G3, sorry. Bij de rokeren. Ja, niks bijzonders, hè. Nee. Ja. Het is wel een beetje slap over wit, hè, dit. Maar goed, het zal allemaal speelbaar zijn. Dus, je zou sorry, zwart E5 gaan voorbereiden? Oké. Ja, dat is normaal gesproken wel het plan. Alleen met de loop op B2 weet ik het niet. En zwart, die gaat hier iets anders doen. Oké, okay. De andere plannen voor. Oké, okay. Nou we gaan er even gaan kijken. Maar Staat paard E4. ja, ik zou zeggen. Dreigt nog niet meteen wat. Maar. Nou ja, pak toch uit. Misschien dreigt het F5 en dan de andere paard naar F6. Ja, of misschien de toren naar voren. Of een rooklift dus naar F5. Ja, oké. Okay. We kunnen misschien met een ander kleurtje doen. Ja. Wie weet. Wit ging daar niet op wachten. Die sloeg die eraf. Nou, een hele logische reactie van wit, denk ik. Ja, dus die pion die moet je dekken. Dat kan eigenlijk maar op één manier, dus F5. Ja, zeker. En hier maakt wit een foutje, wat eigenlijk best wel een grote fout is. Ja, vind het, ja, want ik vind het wel een logisch. Hij speelt F3 hier. Ik vind het wel een logische zet om dat centrum aan te tasten. Maar dit pakt niet goed uit. Nee, want ja. Misschien leuk voor de Ja. kijkers thuis, wat speelt dat hier? Ja. Zal ik hem Nou, doe uitvoeren? maar. E3. E3. Nou, de paas staat dus aangevallen. Even naar Ja. één veld. Ja. Oh. B1 nog. En. Maar het pionnetje staat ook alleen, hè? Ik bedoel, je kunt hem niet een keer Ja, je opruimen zou met. denken, die is heel zwak, maar Ja, paard kan ja. het gewoon opvolgen met F4. Oh, oké. Okay. Dan mag je ook niet rustig. Ja, rustig spel komt daarmee D3, lopen C1 en dan ben je pion gewoon Ja. kwijt.
Dus F4, oké. En nu zien we dat die lover op G2 helemaal ingesloten staat. En die doet Ja, eigenlijk ja. niet meer mee. Ja, mooi idee. Ja, misschien kan hij nog een keer via H3 in het spel komen, maar... Maar, oké. Ja, die wil het paard weer via E4 in het spel brengen. Oh, hij pakt gewoon op G3. Wat is dat dan? Dan wordt hij toch weer zwak. Oh, hij wint gewoon een pion eigenlijk met deze zet. Ja. Ja, ja, want als je gewoon terugpakt, dan waarschijnlijk komt gewoon lopen maar. Ja, Hè? precies. Dan, en dan lopen F2 en de kassa rinkelt. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Oké. Okay. Dus maar... Ja, maar dan is er wel iets misgegaan voor wit inderdaad. Ja. Hoppa, Ja, schaakje. zwart slaat vrolijk door. Ja. Ja, dat zie je wel vaak, hè? Dat je gewoon gaat schuilen achter de vijandelijke pion, toch? Dat zie je toch ook wat in de Siciliaan. Dan gaan allemaal lijnen openen en op een gegeven moment ga je gewoon schuilen achter de vijandelijke pion. Ja, vooral als die dame heel makkelijk naar H4 kan en dan een mat kan geven op H2, dan is het allemaal prettig om achter die pion te schuilen. Ja, nu zit dame H4 geen mat op H2, want je mag je eigen pion niet slaan. Ja. Tenzij een speciale regel is ingevoerd dat het één keer de partij mag. Maar dat heb ik nog niet van gehoord. Hoe ging het verder? Oké, okay, lopen F4. Vijf. Ja. Ik denk wel een goede zet, toch? Om die lopen te activeren van B2. Ja. De enige kans voor wit lijkt mij. Ja, lijkt mij ook. Ja. Ja, misschien wordt deze diagonaal ook een beetje zwak. Dat die dame daar iets mee kan doen van wit. Oké. Okay. Ja, Spart die wilde dus zijn paard op F2 zien te krijgen. Ja, oh ja, dat zou mooi zijn. Maar goed, daar kom je niet zomaar, hè? Ja, of G3. Maar ja, hoe kom je daar? Oh, ik mag geen pijltje trekken van de computer in één keer. Oké. Okay. Ja, hoe kom je daar? Ja. Oké, okay, maar goed, er komt ook een stuk. Die loper gaat ook een keer meedoen, hè? Op C8. Ja. Dat is ook wel fijn van die zet. Ja. Oké, okay, wat doet wit hier? Hij slaat gewoon vrolijk door op C6. Oké. Okay. Terugslaan. Nou, in ieder geval de ontwikkeling is helemaal afgemaakt. Dat is wel Ja, fijn. en dit dreigt ook te pakken op E4 en dan pak G4. Ah, oké. Okay. Ja. Ik zie. Ik zal even een niks zetje doen. Even kijken. Ik weet niet, wat doet hij eigenlijk hier? Waar zitten we? Oh ja, hij doet wel helemaal anders. Stel, hij doet die, dan dreigt hij waarschijnlijk... Die, Pak je en dan pak je die. vier. En nu kun je naar G4 en vervolgens naar Ja. F2. Ja. Oké. Okay. Waar zijn we? Loop F5. Paard D6 gespeeld. Nou, dat is ook een mooie plek voor de paard. Hè? Ja, de vraag is, staat hij daar heel sterk of juist heel, heel zwak? Maar hij heeft geen keus. Heel koelbloedig, even een stapje terug. Ja, nu gaat... Ja, het paard staat er wel mooi, maar je hebt er nog niks aan. Oh, even een batterij maken. Ja, je weet maar nooit. Kijk, Misschien ja, kun je ja, nog ja. een keer een tijdnoot mat geven op G7 of zo. Precies, precies, precies. Oké, okay. Dreigt gewoon te pakken, denk ik, hè? Toren D6 of dame D6, ik weet niet. Ja, dat wordt gedekt. Ja. Nou dacht ik van...
Oh, Ja. ja. Ik dacht van, nou gaat hij misschien toren F6 of zoiets proberen. Ja, dat ziet er wel logisch uit, ja. Maar hij speelde dus Die. toren maal D6. Ja. Zijn die gewone blunder dan? Even kijken. Maar ja. Even kijken. Maar kijken. Die dus. Ja. Oké. Okay. Nou, show me the money, Nou hè? ja, dat werd veel glad. Dat is de vraag. Ja. Wat speelt zwart? Zoals de, meteen de kijkersvraag, wou je zeggen. Ja, waarom over het zwarte Wat? kwaliteit? Ja. Nou, maar je ziet op zich wel vaker dat dat paard op D6 zo actief staat dat mensen daar wel een kwaliteit voor over hebben, hè? Ja. Er hoeft niet per se iets te zijn, maar in dit geval is het toch wel, zit er toch wel een goede zet voor zwart in, ja, moet ik wel zeggen. Ja, zwart heeft nog een loper op F4 staan en die kijkt ook indirect naar D6. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk zit er een soort van aftrekaanval, Ja. Hoe gaat het verder? hè? En Paard paard G4, G4, ja. ja. Ondanks, ja, ondanks dat de pion daar staat, maar ja, nu volgt dameverlies, dus dat kan niet. Wat doet ze? Wordt er nog gespeeld? Even kijken. Oh, hij offert hem gewoon. En daar gaat de dame. En Ja. opgegeven. Ja, Ja, leuke ja, ja, ja. Ja, combinatie. moet. Ja, zeker, zeker. Leuk gespeeld. Volgens mij zijn we door de partij Volgens mij ook. heen, denk ik al. Dit was het. Ja, ik vond het leuk op deze manier te doen. Ja, misschien heb ik nog een stand. Oh, echt waar? Ik moet even kijken of ik die bij.